Hallo, hoor je mij? Ja. Ja. Goed idee. Wat? Laten we maskers halen. Ik zei niet eens iets over maskers. Nee, maar... Je zei goed idee. Goed idee. Alsof ik zei, laten we maskers halen. Ik heb nooit iets over maskers gezegd. Ik zei, hoor je me, hallo. Laten we maskers halen. Even gangzakken bespreken! Dit is belangrijk, meneer! Daar hoort je niet bij, je ziet toch dat we hier stilstaan? Ik klikte en heb ongeluk. Oh, ah! Hoezo gebeurde dat? De deur deed me pijn. Oh, 134! Oh, dan maak ik om je gezicht, denk ik. Kijk mijn gezicht! Ik heb gewoon een veel te dikke kop hiervoor. Kun je ook niet gewoon even... Kun je niet even naar de chirurg gaan? Even naar de chirurg. Kijk dan wat ik heb, ouwe. Zo, kijk deze dan, jongen. Of deze. Dus 111. Kom weer door mijn dikke kop. Kijk naar mij. Wat, waarom heb jij zo'n bos haar ineens? Nou, die kan. Mijn kop komt er niet doorheen. Nee, deze kan. We zien er nu nog erger uit, gewoon dat we er eerst uit zagen. Ja, klopt. Hans! Hey! Dat deden we maar één keer. Hey! Oké, we gaan even naar de meest serieuze rode peperplek die er bestaat. Nou, waar is het? Blokkenpark. Oh. Ja. Anders ga je even stilstaan op het kruispunt. Ga eens even stilstaan op het kruispunt. Jij staat toch ook stil op het kruispunt? Ja, daar heb je me. Hij is groen toch? Rijd door dan. En jij dan? Hé, heb je grote mond of zo? Sta je met je oeroes? Mijn lelijke oeroes. Deze auto is duurder dan je leven. Wanneer wordt je auto bruin, man? Want bananen die worden ook over de datum. Daar heb je me. Daar heb je me te pakken, meneer. Godverdomme, een ananas, paardlul. Je kan ook even gewoon ergens heen gaan of zo. Ja, jullie ook. Je zit stil op je kruispunt. Ik ga even rechtdoor rijden. Zijn voor het stoplicht aan het wachten, hij is rood. Rijd dan niet gewoon snel paas of is het wel belangrijk om niet hier te tellen? Kijk, dit is goede rode peper op het kruispunt. Anders laten we over gangs gaan praten op een kruispunt. Zo, hier kunnen wij nog wat van leren, Hans. Ja, dit is echt... Hier kunnen wij nog wat van leren. Dit zijn echt tactieken. Dit zijn next level tactieken. Gewoon kruispunt, BP. Gewoon gangzaken bespreken. Wacht, dus kom even vrij over onze tactieken bespreken. Meneer! We moeten even gangzaken bespreken! Dit is belangrijk, meneer! Daar hoort je niet bij. Je ziet toch dat we hier stilstaan op een kruispunt? Dat zegt toch al genoeg? Waarom snappen ze niet? Wij gaan toch gewoon stilstaan op een kruispunt? Dan is het toch logisch dat het privézaken zijn? Jemig, dat mensen dat niet begrijpen. Dat mensen niet begrijpen dat je op een kruispunt stil gaat staan over gangzaken. Dat ze dan. Je moet dat even dan naast je op schreeuw zetten. Huh? Hey, hoe gaan we die winkeloverval straks doen? Oh ja, die winkeloverval. Ja, we moeten winkeloverval doen. Maar dan hebben we wel wapens nodig. Dan hebben we wel wapens nodig, dat klopt. Ja, daarom staan we natuurlijk op kruispunt hier, om dat te bespreken met elkaar. Hey, yo! Je ziet toch dat we hier stilstaan om over gangzaak? Ga nou weg! We zijn om een gangzaak hier! Ik snap niet dat ze dat niet snappen. Het is toch gewoon logisch dat we hier staan? We staan hier gewoon midden op kruispunt. Het is toch logisch dat we. Ja, dat is toch logisch? Zo gaat het hier blijkbaar. Ja. Het is toch logisch dat hij gewoon even weggaat als we hier over gangzaak praten? Jongen. Ja, anders gaan we gewoon nog een auto. Dan zetten we gewoon het hele kruispunt af. Dan dit is echt belangrijk. Ja, zo hoort het toch? Ja. Nou, hij wil gewoon echt je voorbumper koppen. Nou, hij wil echt koppen, die voorbumper. Ja, hij wil je voorbumper koppen. Ja, we klappen hem gewoon, we stappen uit. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Wat doe je nou, Hans? Waarom stap je nou uit ook naar achteren, Hans? En nu ga je dood! Hans, nu ben ik er klaar, man. Hij moet dood. Nee, je gaat hem niet. Ik lok hem hierheen en dan doden we hem. Nee, Hans. Hans, niet doen. Hans, denk nou over de consequenties. Ah, meneer! Hans, nu word ik boos. Stap in. En nu ben je klaar. Nu is het klaar. Springen van de brug. Spring maar. Spring dan. Spring dan. Zo. Die is dood. Ook weer een minder. Dat hebben we goed geregeld. Ja, dat hebben we goed gedaan. We hebben hem gepeerpressured van de brug. Ja, we hebben gewoon... Dit was goede bespreking op dit kruispunt. Kijk, dit gebeurt er als je... Bespreekt op kruispunt. Nee, dit gebeurt er als je gestoord wordt tijdens een bespreking op het kruispunt. Ja. Oh ja. Jemig! Zo! Jemig, die kwam even voorbij ons gescheurd. Kijk, dit is... Nou? Mensen maken gewoon een grote fout. Oh mijn god, ze staan er nog steeds.
Wacht, we gaan even zeggen wat er juist gebeurd is. Wij wilden jullie grote tactiek, grandioos en zo allemaal even nadoen. Maar het heeft geleid tot een kind die van de brug is gesprongen. Dus ik wil even dat jullie dat op jullie geweten hebben. Shit, maar ik krijg helemaal niks. Maar waarom doe je nou zo boos? Ja. Ik wil het alleen melden. Voor wie doe je nou boos? Nou, je doet gewoon een beetje boos. Kom jongens, we gaan aan de Hij is een kale bad! Het is een kale bad! Het is een kale bad! Wat mooi! Zo, die zie ik van 100 kilometer nog glimmen. Niet doen! Niet doen! Niet doen! Meneer! Staan blijven. Oh! Dat deed ik niet, ik beloof het. Au. Handen omhoog! Hoezo? Wat heb ik hiermee te maken? Handen omhoog! Hoezo? Nee! Waar is jouw vriend? Waar is jouw vriend? Hoezo mijn vriend? Meneer, ik kom net uit deze auto gestapt. De ja, nou, jij hebt ook dezelfde auto aan als je collega. Meneer, maar gewoon niet gelijk je vriend. Kunt u mij wegbrengen? Zou je toch dat je in ging stappen? Hallo meneer. Homo. Hey, let op je taalgebruik. Hoezo zeg jij dat? Ja, je zit hier letterlijk achterin. Ga je weg. Rechtdoor. Met een pistool op je gericht en dan moeten wij op ons taalgebruik letten. Ja, tuurlijk broer, ik ben politie, hè? Tuurlijk broer, ik ben politie. Goed getraind. Oh ja, boys. Eén ding. Hey, hou je mond. Is wel glad hoor, moet ik wel zeggen. We kunnen het ook gewoon uitvechten, hè? We kunnen het ook gewoon uitvechten. Hoezo vechten? Jij bent een agent, jongen. Laten we uitvechten dan. Je disrespect me. Kom, we vechten het uit. Prima. Zonder wapens. Vechten we het uit, kale bad. Let op wat je doet, hè. Let op wat je Jij doet. Jij zegt toch, we kunnen het uitvechten? Nou, dan gaan we het uitvechten. Ik heb nog nooit gezegd dat we het kunnen uitvechten. Dat zei je letterlijk net. Je slaat hem, je duwt hem. Dus Hans, kom op. Hans, tik op je kale bad geven. Geef hem een kopstoot, Hans. Probeer. Tak. Zie je, ik heb het allemaal geleerd in mijn opleiding. Oh ja. Stop. Nu is klaar. Stop. Hé, dat mag niet wat je doet. Dat mag niet. Nu is klaar. Hier, daar gaan we. En of we hem over gaan rijden. Op het moment dat het hem te veel werd, mocht het ineens niet meer. Ik trap de deur wel even dicht. Oh, dat werkt niet. Wat deed jij daar, jongen? Ik trapte tegen je auto. Hé, joh. Hoe word ik geholpen hier? Piet is aan het slaapje. Dus hoe krijg ik die kogel uit mijn knie? Nou, lekker kijk, sabbelen. Okay. De enige ambulance die ligt daar en die heb ik net neergeklapt. Oh, nee. Sorry. Oh. Hoi joh! Zo! Anders! Sla je even af met wat een lijpo. Die agent in deze stad, joh. Die is niet goed. Ja, ik sta nog steeds bij het HB. Jeet! Ja. En mijn Jurus is kapotgeschoten door de politie. Jurus is... Jeet! Ja, ik was... Alles ik kijk. Fout hier. Sorry. Ja, ik stond... Moet ik helpen? Nog veel aan de hand. Sorry, niks aan de hand. wij komen... Jeet! We komen er nu aan, oké? Nou, daar mee. Ja. Zie ik je zo. Je bent echt een lul, hè, Jordi? Oh, mijn god. Ja, ik heb een mooi wapentje voor u. Je hebt een mooi wapentje? Die ga ik aan u geven. We gaan het even hier doen. Dus we willen wel kijken of u hem nu heeft. Top! Die hebben we. Nice. Wat moet ik over jou vergeven? Als je klaar bent, dan moet ik hem wat terug. Oké, prima. Dan is dit nooit dan gebeurd. Dan wens ik jullie succes. Yes, dankjewel. Ik heb trouwens ook nu, geld weet gedaan, hoeveel, ja. Weet je hoeveel ik op mijn bank heb staan nu? Nou? 115.000 euro. Een nog grotere auto kopen. Nu kunnen we weer een upgrade doen. En laten wij even deze winkel overhoop halen. Hier. Als dat die poster kut gevonden. Hier. Weg met die krasloten. Brillen. Doen we niet aan. Oh, brillen. Waar kan ik geld stelen? Hier is kluis. Alles gaat kapot. Wacht. Oh, nee. Oh! Jij! Wow, jij hebt veel geluk! Jij hebt veel geluk! Hier, flikker op! What the fuck, Albert Heijn? Kijk die logo's! Kijk die logo's! Oh mijn god, alles hier is gestretched! Alles kapot! Hey! Uit elkaar! Het is klaar, de eerstvolgende die slaat weg! Oh! Jij gaat dood! Jij gaat dood! Jij bent klaar! Die toeter! Meneer, wat is er hier gebeurd? Die toeter! Meneer, wat Hans die doet dat? Oh mijn god, zijn hoofd viel, joh, echt. Hans, dat is mijn manager. Hij is dood! Hans, mijn manager. Oh mijn god! Oké, ik weet niet wat er gebeurt, dus kijk jij maar of je hem kan helpen. Ik ben Hans, in een blauw... Hans. Ik zit met twee Hanses in de auto. Oh! Nee. Dat weet ik niet. Op een berg. Hé, hey, er is een auto die 400 kan, toch? De Divo. Ja, en de Geest en D-Snake. Die wil ik. Ik zie echt niks. Gaat hij hard? Heel hard. Ja? Ja, ik ga echt heel hard. Gaat hij echt heel hard? Ja, ik zat net bijna op 200. Ik zie alleen die... Oh! Zag je het? Ik zag een half. Heel moeilijk kan ik alles zien. Oh mijn god, hij stuurt niet, hè? Oh mijn god!
Wat gebeurt er? Wat gebeurt er dan? Doet hij het nou nog? Dit is Jopie te plaatsen. Oh mijn god, ik zag alles half gebeuren, maar volgens mij zijn we helemaal dood. Ik zag het heel slecht gebeuren, maar... Hey, rijdt hij nog of... Kun jij maken, meneer? Nee, ik kan allemaal met 300 tegen boom. Laat even iemand ophalen bij de ANWB. Ik zit vast op de karretje. Stap eens uit, stap eens uit. Nee, hij is weg. Hans! Hé, die auto! Hans! Ben je klaar, Hans? Succes met 400, hè? Dank je. Oh! Hij gaat snel. Ga naar de snelweg, want niet... Hij gaat snel. Wat gaat die snel? Oh mijn god, wat was dat? Langs nu in de volgende! Gast, we gaan naar hard! Oh mijn god! Oh mijn god! En of we hard gingen! En of daar gaan we! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh! Ik wens jullie veel succes, jongens! Yes! Sorry! Ja, hij gaat veel sneller vooruit dan verwacht. Hij gaat echt heel snel. Dit gaat echt, echt veel te snel. Het is illegaal hoe snel deze gaat. Het is echt illegaal. Hey, ik wil even iemand gijzelen. Oh. Is alles goed? Ja, niks aan de hand. Ik had het over niet zo pijnseren. Wat trekt u daar nou uit uw hand? ik schil graag appeltjes. Meneer, wilt u even uw handen op mijn voertuig leggen? Waar loopt hij nou heen? Meneer, wilt u uw handen op mijn voertuig leggen? Wie? Ja, u. Oké. Okay. Hier, oh, meneer. Maar waarom loopt u van mij weg? U moet me niet voor de gek houden. Ik weet niet wat u hebt gebruikt. Ik heb niks gebruikt. Ik op het voertuig leggen. Nee, dank u wel. Meneer, gaat u even luisteren. Hoezo? U heeft toch welke recht heeft u omdat ik dat moet doen? Ik heb iets gezien, misschien uw hand. Wilt u even uw hand op dat voertuig leggen? Nee, u heeft die rechten niet, meneer. Ik ken mijn mensenrechten. Zeker wel, meneer. Ik ken mijn mensenrechten. Ik heb mogelijk iets verdachts gezien. Ik ken mijn mensenrechten, meneer. Oké, is goed. Ik ga nu mijn handen leggen. Ik wil graag uw hand op het voertuig hebben. Ja, gaan we doen. Stap in. Gaan we regelen. Wat is dit voor auto? Weet niet. Hij gaat achter ons aan, volgens mij trouwens. Het is een elektrische auto. Waar wachten voor rood? Wij zijn goede burgers. Hey, wat is dit? Hoezo zijn er nou meer? Nou, kijk of je een goede keuze hebt gemaakt door deze te kopen. Kijk hoe snel ze kwijt zijn. Oh mijn god, die auto die kan echt niet sturen, die elektrische van hem. Hij gaat je pitten, hè? Hij gaat je sowieso pitten. Ik durf te wedden dat hij hier gaat pitten. Hoe lang duurt het voordat je ze kwijt bent? Als ik serieus rijd ben, ik ben nu 10 seconden kwijt. Doe dan. Ja? Even checken. Oké, interessante keuze. Wat kut dit. Wat heel kut dit. Dat je ze ook echt kwijt bent. Echt heel kut. Ik zeg het toch. Oh, wat kut dit. Nee, laat mij ook eens een keertje rijden. Jij rijdt altijd. Weet je waar dat komt? Nou? Want jij niet kan rijden. Jawel, ik kan rijden. Nee, jij kan je niet. Ja hoor. Slaan even. What the fuck. Maar als wij een achtervolging hebben, dan rij je ook altijd ergens tegenaan. Ik rij, ik weet niet. Wow! Ik zei het toch. Gast, daar kan ik. Daar kan ik niks. Jij rijdt altijd ergens tegenaan. Jullie mogen even stappen heen. Niks aan doen. Meneer, zag u hoe hard u de bocht omkwam? Meneer, het was groen. Meneer, jullie mogen de bocht. Wij hadden groen, meneer. Jullie mogen uit jullie auto stappen. Meneer, we hadden groen. Weet u wie hier fout zit? Oh mijn god. Je vlam tegen, waar is het? Oh mijn god. Tegen misschien 100 tegen mij. Je weet wie de fout zit terwijl, hier. Terwijl ik in een melding zit en ik had zwaailijk. Oh ja? En zien wij dat jij in de melding zit? Nou, dat maakt mij nu niet uit. Jullie nee, mij ook niet! Meneer, kunt u nou redelijk nadenken? Nee, meneer, u moet even redelijk nadenken. Fuck jou, vriend. Je bent niet logisch aan het nadenken. Ja, wij zitten ook binnen in de melding. En dan blijft hij hier niet bij ons staan als steek pannenkoekje hier. Want dan ga je door met je melding dan als je dat probeert bij te flexen met je melding. Ben je klaar voor, Hans? Oh,